Hoi iedereen en leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Bokado. Ik ben natuurlijk Bo en ik kom net uit de douche. Maar ik ga vandaag weer een superleuke challenge doen. En je hebt het aan de titel al gezien. Ik heb deze challenge al vaker gedaan. Met andere kleuren natuurlijk. Maar vandaag ga ik de hele dag alleen maar wit voedsel eten. En drinken. Ik ben zelfs al onbewust in stijl, want dit is allemaal wit. Maar ja, ik ga me natuurlijk nog omkleden. Ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in. Ik wilde heel graag nog een keer zo'n voedselkleuren challenge doen. Maar nu zag ik laatst dat best wel wat mensen zwart voedsel gingen eten. En toen dacht ik van, laat ik het even anders doen. Ik ga de hele dag wit voedsel eten. Ik denk dat het wel te doen is. Ik dacht al aan wit brood, aan ijsjes. Het is vandaag 25 graden, dus het is wel super chill dat ik gewoon ijsjes kan halen. En verder, ja, ik ben trouwens momenteel ziek. Ik ben verkouden. Ik voel me heel... Maar ondanks dat wil ik toch graag een video maken. Maar ik mag gelukkig wel paracetamol eten, want die zijn wit. Dus ja, dat is wel fijn. Ik ga vanmiddag gewoon even naar de supermarkt en kijken wat ik allemaal kan vinden. Voor nu, doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan ga ik maar even wat aantrekken naar beneden en kijken wat voor wit ontbijt ik kan gaan maken. Dit is mijn outfit, een wit shirtje uiteraard, met hier een roos, goud kettingje en een, ja, hoe noem je dit, safari-achtig broekje. Oké, eens even kijken wat er allemaal te eten valt. In de koelkast. Ik zie melk, ik zie hier kokosmelk, is ook wit. Kwark is wit, slagroom, normale room, ja, deze roomkaas. Wat is dit? Geen idee wat het is, maar oké. Een ei is in principe ook wit als je het eigeel eruit haalt. Maar ik denk dat ik al een idee heb wat ik ga maken. En daarvoor pak ik de kokosmelk. Kokosmelk dus. En daarbij doe ik havermout. En havermout is ja, wel wit. Maar er zitten ook wat blonde en bruine stukjes doorheen, zeg maar. Maar goed, het geheel ga ik natuurlijk bij elkaar doen. En dan ga ik dat koken. En dan wordt het een witte pap eigenlijk. Dus dat ga ik eten. Ik kan er verder alleen niet echt iets op doen. Normaal doe ik er nog iets van fruit of zo op. Maar ja, dat is eigenlijk allemaal gekleurd. Tenzij we banaan hebben. We hebben banaan. Een bananenschil, maar de binnenkant is wit. Ik weet dus nooit helemaal waar ik naar moet kijken. Want telt dit nou als schilvoedsel of telt het als wit voedsel? De binnenkant is wit. Dat weet ik nooit zo goed. Dus ik... Gin ligt echt keihard te snurken. Echt gewoon super hard. Sorry ervoor, maar ja, ik vind dat het wel telt. De schil er natuurlijk af, dan is het als het goed is wit. En dan verder, ja, doe ik er niet zoveel op. Normaal doe ik er honing op, maar dat is natuurlijk oranje-geel. Dus ik doe er nu gewoon witte suiker op. En dan, ja, heb ik een lekker ontbijt. Zo, het is af. Ik had toch geen zin meer in banaan. Ik wil nog een beetje suiker op. Nou, alles viel er gelijk af. Zo, nou, echt super simpel. Het is niet spierwit, maar goed. Dit is mijn ontbijt. Ik heb dus alleen geen drinken, want die kokosmelk is nu op. Die zit daar doorheen. En voor de rest hebben we echt alleen normale melk als wit drinken. En als ik iets niet lekker vind, is dat het dus. Ja, ik denk dat ik gewoon even niks drink. En als ik echt dorst krijg, dan pak ik die melk wel. Maar ik ga zo ook even naar de Albert Heijn. En dan even iets anders wit drinken halen. Maar eerst even ontbijten. Nou jongens, dit is toch heerlijk. Lekker in het zonnetje. Het is nog ochtend, maar het is al 20 graden. Dus super lekker. Hey Jin, je bent al perfect voor de video vandaag, want je bent helemaal wit. Nou, volgens mij heeft ze geen zin erin. Ze negeert me. Zie je me nou te negeren, Jin? Zo niet aardig. Zo, ik heb mijn make-up even gedaan. Ik heb mijn nagels even opnieuw gelakt. En ik ga zo even wat boodschappen halen, want ik heb nog steeds niets gedronken. En het is super heet. Dus ja, drinken is zeker wel belangrijk. Dus ik wacht even tot mijn nagels helemaal droog zijn. Dan ga ik... En dan ga ik gewoon wat eten halen voor de hele dag. Wat snacks, iets voor lunch, iets voor avondeten. My god, dat wordt nog moeilijk. Maar ik ga wel wat verzinnen. Mijn moeder... Dood. Mijn moeder gaat ook mee. Oh, nou, wat gezellig. Ook wit eten halen. Ja. In een witte tas. Met roze tompoesen. Ik heb alles gehaald. Het is me best wel meegevallen. Er was eigenlijk best wel veel wit eten. Ik ga het zo allemaal eventjes laten zien. Zo, ik ben thuis en ik heb een aantal lekkere dingen gehaald. Ik heb uiteraard wit brood. Dan heb ik rijstwafels. En dan heb ik ook dit. Kokoswater. En dat is dus gewoon het water wat in een kokosnoot zit. En dat heeft meestal een beetje een wit kleurtje. Dus, en het is echt super lekker in de zomer. Dus helemaal top. Dan heb ik mini magnums. En daarin zitten natuurlijk ook de witte die ik vandaag ga eten. Drinkyoghurt.
framboos. Ook wit als het goed is. Ik heb hier een kant-en-klare pasta carbonara gehaald. En die ziet er helemaal wit uit zoals je ziet. En dat leek me wel handig, want dan weet ik zeker dat het wit is. En als ik het zelf ga maken, wordt het altijd een beetje, ja, gelig, zeg maar. Dus ja, ik heb dit voor het avondeten. Misschien eet ik nog wat anders, maar ik denk dat ik dat gewoon eet. En ik ben natuurlijk ook een beetje ziek, dus ik heb niet heel veel zin om een mega gerecht te koken. Dan heb ik ook nog vitaminewater met limoen en lychee smaak. Ook wit. En dan heb ik witte Snickers. En die zijn blijkbaar nieuw en ook maar tijdelijk te koop. Dus ja, die wil ik wel even proberen. En ik heb nog popcorn gehaald, maar ik weet niet waar die is gebleven. Maar goed, zouten popcorn is natuurlijk ook wit. En dan ga ik nu een tosti maken met het witte brood. En ik doe daar geen kaas op, want dat is geel. En ik doe er ook geen ham op, want dat is roze. Ik doe er namelijk brie op. En misschien klinkt het gek, maar ik had dus laatst een tosti met brie en bacon. En er zat dan nog een soort jam bij en het was zo lekker. Dus ik ga nu dus een tosti maken met brie. De bacon die laat ik dan achterwege, want dat is natuurlijk niet wit. Maar goed, ik denk dat een tosti met brie alleen ook gewoon super lekker zou zijn. Dus dat ga ik maken als lunch. En dan zet ik even het drinken koud en neem ik er wat drinken bij. Nou jongens, ziet dit er lekker uit of ziet het er lekker uit? Yoda, wat vind jij? Yoda die zit trouwens nog aan een bandje buiten, omdat hij nog iets te jong is om alleen te gaan. Want hij is nu 3,5 maand, bijna 4 maanden volgens mij. Dus ja, vandaar zit hij aan een touwtje. Tijd voor... Daar staat hij. Kokoswater. En als het goed is, is dit een soort van wit. Het zou nu wel heel vervelend zijn als het niet zo is. Maar ik heb het wel vaker op, dus moet goed komen. Oké, dan gaan we 3, 2, 1... Dit is toch wel wit? Ja, het heeft een beetje een grijze, grijs-witte gloed. Het is niet helemaal wit, maar ja, ik vind wit genoeg. Proost. Wel super lekker. Echt jongens, probeer een keer kokoswater. Vooral als het buiten warm is, is dit echt super lekker. Niet gesponsord trouwens. Trouwens even tussendoor, als je meer leuke challenges wil zien die ik in 24 uur ga voltooien, laat dan zeker even weten wat. Ik kan bijvoorbeeld ja, iets 24 uur lang eten zoals ik nu doe. Maar ik kan ook een soort experiment doen, zoals bijvoorbeeld 24 uur lang niet op mijn telefoon. Of iets anders, laat dan vooral even weten. Of ik kan natuurlijk bijvoorbeeld ook een keer een week lang iets doen of juist niet doen. Dat lijkt me ook leuk. Dus mocht je iets graag willen zien, laat zeker je idee achter in de reacties. Het is tijd om avond te eten. En ik ga natuurlijk nu mijn pasta pakken. Ik zit alleen nog even te bedenken wat ik daarbij ga drinken. Ik denk gewoon weer de kokoswater. Of misschien nu wel dat vitaminewater. Ik heb natuurlijk ook nog dat yoghurtdrankje, maar dat is niet zo lekker bij pasta. Ik ga deze denk ik even drinken. En pasta die ligt hier. Tada! Dus die ga ik eventjes maken. Het moet volgens mij alleen in de magnetron, dus dat is wel makkelijk. Even kijken. Het moet 2,5 minuut in de magnetron. Nou, dat is er niet lang. Dan hoop ik ook dat het een beetje lekker is. En anders dan, ja, heb ik pech. Het zit in de magnetron. Nou, het is klaar. Het ziet er niet heel lekker uit. Het ziet er bij jou uit als een vliegtuigmaaltijd. Maar ja, wie weet is het wel heel lekker. En dit is heel heet. Zo in een normaal bakje ziet het er op zich best wel lekker uit. En ook wit. Wat natuurlijk ook heel fijn is. Ik doe er nu nog wat parmezaanse kaas overheen. En dat is, ja, dit dus. En het is ook wit. Dus helemaal top. Nou jongens, mijn witte avondeten. Eet smakelijk. Even een update over de pasta. Hij is oké. Maar niet super lekker. Dit had zeg maar ook in een vliegtuig als vliegtuigmaaltijd geserveerd kunnen worden. Maar het is prima te eten, dus ik eet gewoon lekker op. En ja, ondertussen kijk ik even naar de tv en luister ik naar Gin's gesnurk alweer. Ginny snurkt alleen maar in deze video. Waarom doe je dat? Blijkbaar vindt ze dat leuk. Nou jongens, dit is de stand van zaken. Een paracetamol. Gelukkig ook wit, dus ik doe het nog goed voor de challenge. Ik heb inmiddels een beetje trek en ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar die witte Snickers. Dus ik denk dat ik die gewoon eventjes ga proberen. Nou jongens, ik ben benieuwd. Oeh. Ja, helemaal wit inderdaad. Ik ben echt bang. Of nou ja, bang. Ik verwacht echt dat die super, super zoet is. Want normale Snickers zijn al super zoet. En ja, witte chocola is nog iets zoeter dan melkchocola. Dus ik ben benieuwd, maar ik ga het gewoon proeven. There we go. Eerlijk gezegd proef ik nog niet echt verschil. Ik proef serieus niet echt verschil. Als ik eraan ruik, dan ruikt het wel naar witte chocola. Het ruikt altijd iets anders dan melkchocola. Maar de vulling, de smaak daarvan is eigenlijk zo overheersend dat je de smaak van de chocola helemaal niet meer proeft. Nou, ik vind dat bij de normale Snickers proef je nog wel een klein beetje melkchocola. Maar hier proef je dat echt gewoon helemaal niet, ja. Het is gewoon alsof je een suikerbom aan het eten bent met een beetje noga pinda's. Maar het is wel lekker, dus...
Ik eet hem gewoon lekker op. Viel me trouwens wel op dat heel veel van die chocoladedingen zoals Snickers, KitKat, Twix, dat het nu ook allemaal met witte chocola is. Eerst was dat natuurlijk niet zoveel, maar nu zag ik echt superveel van die dingen ook met witte chocola. En ook sommige met puur, maar dat eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk meer wit. Het zal wel populair zijn ofzo. Laten we weten welke chocola jij het lekkerst vindt. Jin, doe die tong toch eens naar binnen, joh. Dit ziet er toch niet uit? Hé, hey Yoda. Nee, het ziet er niet uit, hè? Kijk nou, dat schatje samen. Lekker slapen. Ik ga lekker naar boven met popcorn. Dit is gewoon zoute popcorn en ja, is natuurlijk wit. Dus dit is mijn late night snack. Nou, zoals ik eigenlijk al eerder zei, viel het best wel mee het witte eten. Er is eigenlijk best wel veel keuze. In het begin dacht ik dat er best wel weinig keuze zou zijn, maar er is echt best wel veel. Dus ja, ik vond deze challenge echt prima te doen. En echt alweer een stuk makkelijker dan mijn vorige, want ik heb dus ook dit een keer gedaan met geel voedsel en met rood. Dus ik denk dat dit tot nu toe wel de makkelijkste was. Vond je deze video nou leuk? Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren voor meer video's. En wil je nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan nu op mijn foto hieronder. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg! Mwah.